Goedemorgen, goede vriend. Goedemorgen, kok. Het zonnetje schijnt al hoog aan de hemel. En wat heb je deze week gedaan? Niet heel veel. Ik heb zelfs gewerkt deze week. Maar dat dan? Ja, bij Willemien had iemand tekort. Dus ja, ik dacht, ik bied me aan. En schuift dat wat? En het schuift nul. Maar goed, het is voor de family, hè? Ja, dus, ja, daar moet je wel wat voor daar doen. Daar moet je wat voor doen, hè? Zeg, is heel even wat anders. Onze Hans Reinders. Ik heb gehoord, maar ja, jij hebt gehoord, moet ik ja, eerlijk zeggen. Nee, het stond zelfs in de krant, dacht ik, dat er een anonieme sponsor is die gaat het verplaatsen van het beeld naar de Maas. En nu is de gemeente, weet ik niet, de gemeente is in gesprek met Hans Reinders waar het beste heen zou kunnen. Nou ja, ik vind aan de Maas. Ja. Die golven, dat is toch prachtig? Ja, dat ben ik wel met je eens, ja. Maar die Reinders is natuurlijk geen makkelijker, want die is niet voor niks kameraad van de week geworden. Nee, ja, Hans is. Dus als je Hans 2 minuten moet spreken, dan trekt er even een half uurtje vooruit. Oh, jullie hebben is dat beeld klaar? Ja, dat beeld is klaar. Ja. Daar zal ik volgende week iets over zeggen, want dan hebben we een vergadering. Pinder Willem gaat geplaatst worden, maar ik weet nog even niet wanneer. Dus, ja, want bij mij zei iemand dat het nou toch wel tijd wordt dat Hans Op de Laak zo'n beeld ja, zo, ja, ja, er stond ook nog ergens, heb ik ook nog iets over liggen, ja. Hans Op de Laak. Ja, die is met 43 gestorven, ik dacht ja, dat hij 63 nee, was. Nee. Ja, dat heb ik ook gezien en naar aanleiding daarvan zei iemand, jij kent die kok toch? Ik zeg, die kok ken ik van binnen en buiten. Ja, kan die niet regelen dat Hans Op de Laak daar een beeld krijgt? Ja, ik zeg, ik weet dat ze nu met Hans Reinders bezig zijn. Nou, als we een goede sponsor hebben voor 10.000 euro'tjes, dan komt er ook is een beeld. Is dat zo goedkoop, zo'n beeld? Ja, zo goedkoop. Hé, maar even, we hebben een nieuw blad in Venlo, hè? Venlo van binnen. Jij was er hartstikke blij mee, heb ik begrepen. Ja, prachtig man. Een glossy weer terug, alles paletti, opnieuw, City Life. Het gaat alleen over de binnenstad, hè? Het gaat alleen ja, over dat de is minder. Dat is minder. Dat vind jij wat minder? Nee, ik vind, luister, hoe krijg je zo'n ding vol? Ik weet nog dat alles paletti was, zo'n ding in het begin, op het einde waren dat 20 pagina's. Ja, ik heb het blad gezien, ik heb het helaas niet bij me, maar ik vind het wel een leuk is het blad. Groot, is het groot of klein? Of, nou, het is zo hoog, zo. Ja, zo, okay. Zo. Dus en wat staat er mooi, full color, goed papier ook. Ook een reportage over Kok en Dik? Nee, helaas. Nou, dat komt. Hè. Het gaat om de binnenstad. Je kunt niet gelijk alles maar dan komt er alleen een reportage over Kok. Oh nee, je zit een blerk. Dus nou, ik vind het wel. Maar ik denk wel wat jij zegt. Hè, alleen de binnenstad, dan ben je na 3 uitgaves ben je er klaar mee, natuurlijk. Denk ik, met de binnenstad. Ja, dus, die jongens die moeten dan €500 betalen. Krijgen ze een advertentie met een artikel. En kijk, weet je. Als jij daar klevers inzet of de kasteeltuinen of het beeldpaviljoen. Informatief voor de toeristen. Die, dan gaan mensen kijken. Die zonder mondkapje Venlo in kunnen. Met mondkapje. Met mondkapje. Ja, met mondkapje. Ik vind dat wel zonder wat hebben. Met. Ik had deze dagen een vriendin op bezoek, die had alleen een mondkapje op. Nou, ik zeg je dat. Oh, dat is prima. Dat ziet er fantastisch uit. Heb ik vanmiddag nog gedaan met mijn vrouw. Alleen een mondkapje voor. Ja, nee, was heel leuk. Kok, je haalt me de woorden uit de mond. Dus, we hebben het gehad, geloof ik, hè? Nee, we hebben nog een kameraad. Oh ja. Het zijn geen grote feesten. Ja, de grote feesten. Dat is wat voor jou, hè? Ja. Ja, dat vind ik toch wel een beetje jammer. Dat we waarom? Echt, ja, goed, dat mis je. Je mist toch wel. Ja, een zomerparkfeest of een weet ik lekker wat, Venlo. Lekker Venlo. Ja, nee, dat klopt. Maar het Lekker Venlo gaat misschien samen iets doen met smaak, Venlo smaak of spijs. Spijs. Nou, maar dan kan ik me nog herinneren van vorig jaar dat jij zei, ik ben nog nooit op Lekker Venlo geweest en nou mis je het. Ja. Voor de bewoners, Dick, het gaat niet om mij, hè? Nee. Ja, je bent altruïstisch, hè? Ik heb deze week iemand met heel moeilijke woorden gehad, dus pontoïlisme. Hey, maar wat vind je? Ja, ik ga het nu toch zo doen, kameraad van de week. Een dingetje, dat de Maaspoort, kijk, onze Ria heeft natuurlijk toch de Maaspoort wel een beetje op. Ja, doen we nou de kameraad van de week? Of ja. Oké. Nou, kameraad van de week, deze week, dan Ria Joosten uit Neer. En waarom? Ja, vertel. Omdat zij, vind ik toch, culinair de Maaspoort wel een beetje op de kaart heeft gezet. Hè, met kabeljauw en de luif. Het terras. En nou moet ze weg door, via de rechter. Dat vind ik ook weer zo. Nou, ik, ja, ik misschien, het zal misschien best terecht zijn. Hè, daar kan ik niet over oordelen. Ik hoorde van iemand die zei, zij heeft dat overgenomen van Brina of van Pollux. En toen liep het voor geen meter. Ja. Ze hebben haar erin gezet om het te laten lopen. En nou loopt het. En dan zeggen ze, we doen het wel zelf. We doen het zelf. Testen zelf. Ja, maar dat zelf doen,
Ik geef het ze te doen, hè? Ja, dat zie je wel bij meer horeca uitbaterijen. Ik geef het ze te doen. Ja. Maar Ria, jammer voor jou. Kameraad van de week, maak even een filmpje. Ja, spuit je al je gal in. En dan zetten wij dat erop. We hebben opeens 40.000 in plaats van 20.000 kijkers. Ja. Nee, ik vind het wel. Ik vind het niet. Ik ken de achtergrond niet, hoor. Maar ik vind het een beetje lullig dat het zo moet gaan. Maar ja, nou is kameraad van de week. Dus, ja. Nou, weet je wat het is? Ja, augustus, dat is de temperatuur op het heetst. En dan missen wij met z'n allen toch het zomerparkfeest. Feest. Yes.